Hey mensen, top dat jullie weer kijken. We zijn dus een oude tank aan het opknappen en die was behoorlijk geroest. En ook iets wat heel erg geroest was, dat waren de rupsbanden. Die zaten compleet vast, er was geen beweging in te krijgen. Maar we hebben toch een oplossing gevonden. Maar voor we naar die verschillende methodes gaan kijken die we hebben geprobeerd, is het misschien handig om eerst even te kijken hoe dat die rupsbanden nou eigenlijk in elkaar zitten. Dit type rups zit eigenlijk zo in elkaar, die oren. Die liggen zo in elkaar geschoven. En er zit vervolgens gewoon een stalen pin zitten doorheen. Met hier aan het begin nog een clipje. Die zorgt eigenlijk dat de pin er zomaar niet uitschuift. Maar het probleem met deze natuurlijk, hij heeft heel lang stilgestaan. Er zit roest en vuil zit in die gaten. Dus die pinnen, ja, die zitten gewoon muurvast. Die zitten zelfs zo vast, dat toen wij die tank hebben versleept, zijn er zelfs een aantal gebroken gewoon. Puur omdat die gewoon zo gewrongen zijn en kapot getorst. De meest voor de hand liggende methode om die pinnen eruit te doen, ja, dat is natuurlijk door te persen. Dus hadden wij daarvoor een frame gemaakt met een vijzel erin. Bijna 35 ton wat erop staat te drukken nou. Maar dat bleek geen succes. Die methode, dat was niet alles. Toen alleen uitpersen niet voldoende bleek te zijn, toen hebben we nog geprobeerd door middel van een snijbrander de schakels heet te stoken in de hoop dat er dan beweging in zou komen. Maar dat bleek ook niet te werken. Ja, heel veel mensen die zeiden, je moet die rupsen gewoon onderdompelen in kruipolie of diesel of iets dergelijks. Nou, dat hebben we geprobeerd. We hebben een bak gemaakt, WD-40 erin, die rups ondergedompeld, een hele tijd laten liggen. Die rups heeft er bijna een half jaar in gelegen en hij zit nog steeds. Daarna hebben we geprobeerd om de roest op te lossen door middel van elektrolyse. We hebben een bak gemaakt, water erin, zout erbij, stroom erop. Die heeft daar ook, ja, ik denk wel een week in liggen borrelen. Maar op een gegeven moment was onze rupsband toch wel ook aangevreten en hij zat nog steeds keivast. Maar kijk eens, zie je hoe hard het bruisband. Even kijken naar deze. Daarna hebben we geprobeerd om die roest met zoutzuur op te lossen. We hebben er eerst overheen laten lopen in de hoop dat het een beetje tussen zou gaan. Daarna hebben we een stuk van de rups helemaal ondergedompeld in zoutzuur. Daar heeft hij een hele volledige dag in liggen te borrelen. Maar ja, die zoutzuur, dat komt gewoon niet tussen die schakels en tussen die pinnen. Ja, op een gegeven moment toen waren de ideeën bijna op. Dus toen hebben we zelfs nog met een trilplaat eroverheen getrild. In de hoop dat daar de roest er wel een beetje met tussenuit zou klapperen. Maar dat werkte ook niet. Die rupsen die hebben allemaal al wel een keer bewogen, maar van één keer bewegen gaan ze gewoon simpelweg niet los. Gaat die? Ja, dat werkt hij nou niet, hè? Hij komt met zijn gewicht niet over zijn dode punt. Het gewicht werkt nou eigenlijk meer tegen dan mee. Dat is een beetje jammer. Toen ging de rupsbandenmetronoom kapot. Dat was een erg verdrietig moment. Zou alles dan nog wel goed komen met het tankproject? Het leek erop van niet. Hé, hey, joh. Ik krijg een videootje doorgestuurd van Robbie. Robbie? Robbie is ook een tank aan het opknappen. Een nashoorn. Kun je trouwens volgen op Facebook ook, hè? Hey, zijn er rupsbanden ook, zie je? Maar die hebben ook stalen rupsen. Oh jong, hey, zie die branden trouwens. Dat is een gieter. Ja. Kijk dan, die krijgen ze helemaal rood gestookt, hè? Daarmee, zie je dat? Dat zijn wel dunnere schakels. Die pin is toch wel zeker zo dik? Ja. Dat werkt wel goed. We moeten ook zo'n brander hebben. Volgens mij maakt al wel een verschilletje. Heetstoken hadden we eigenlijk al opgegeven, maar met zo'n brander zou het wel lukken, toch? Laten we dan kijken of we zo'n brander kunnen vinden.
En nou moeten we eigenlijk zo'n jutterautomaat maken. Zo. Ja. We hebben er één los. Woe! Oké. Dit is hier. Nou, gewoon dit ding pakken, hè. En we slijpen gewoon die rotzooi eraf. En dan? En dan leggen we die rupsband gewoon hierin. Hij is klaar. Rupsbanden Manipulator 2000. Het idee is dit. Als ze die pinnen eruit willen halen, dan moeten we zeg maar alle oren heet stoken. Dan gaan ze met heel veel moeite eruit. Maar wat we hebben gemerkt is als we hem heet stoken, gaat hij wel redelijk snel draaien. Dus hadden wij nou het volgende bedacht. We gaan deze oren gaan we nou heet stoken. Eén helft van de oren. Dan gaat hij beginnen met bewegen. En nou gaan we hem dan met die elektromotor gaan we hem dan laten bewegen. En dan kijken als die rupsen eenmaal gewoon flexibel zijn geworden. Ja, dan maakt het niet zoveel uit dat die rupspinnen aan één kant nog vastzitten. Laten we er gauw aan beginnen. Hier! Dit is dus de manier. Kijk jongen, hoe goed het staat. Ja. We kunnen nou die andere vast heet stoken, maar ik weet niet of het zin heeft. We kunnen nou met de luchthamer misschien hier wel tegenaan. Prrr, zo eruit. Great success! Dit is de rupsbanden opvreetmachine 2000XXL. Nog iets dingetje. Hey, dit werkt helemaal voortreffend. Let op hoe we dit doen. De rups staat nou ingespannen zeg maar, om deze schakel los te maken. Wat we gaan doen, de branders. Gaan we deze oren gaan we heet stoken. Daardoor worden ze groter. Dus dan komt er wat speling op de pin. Dan vervolgens schakelen we de elektromotor in, hè? En dan middels een kruk drijfstangmechanisme drijft hij hier deze hefboom aan en die gaat dan die gaat bewegen. Nou, daardoor komt er al een boel rotzooi tussen die pin uit, dus die jonge roestwolken eruit komen. Nou, dan kijken we eventjes of dat hij beide kanten opdraait, hè? Dat hij niet in één schakel stilstaat, maar dat hij toch overal een beetje beweging heeft. Vervolgens pakken we de luchthamer. Dan beginnen we zo de pin eruit te rammelen. En als je goud hier iets erin schuift, dan pakken we deze uitdrijfpin. En dan druk hem er helemaal doorheen. Vangt Dirk hem aan die kant op. Nou, dan wordt ondertussen de elektromotor uitgezet. Komt het mechanisme tot stilstand. Wat we dan doen, is ondertussen deze losmaken. Drijfstang gaat er daar. Deze pinnen eruit, vork eruit, die kan op de grond. Dan pakken we deze pin, schuiven we er doorheen. Speciaal daarvoor bestemde haak. Kijk, zo. En dan vervolgens trekken we deze pin eruit. Deze. We hebben een losse schakel. De schakel gaat binnen op de hoop met andere schakels. Kan die gezellig met zijn vriendjes afkoelen op zijn gemak. Die moeren die je hier ziet, die draaien we los. Dan komt de rups eigenlijk los te liggen.
deze pin. En die steken we dan door die schakel. Doen we dan dit. Met dit haakje. Lieren we zo de rups naar binnen tot die bij de volgende schakel weer ligt. Klemmen we hem weer vast. Monteren we dit mechanisme weer. En dan begint het verhaaltje weer van voren af aan. En zo vullen wij onze dagen in het rupsbandenslachthuisje. Ja. Ja, en wil jij nou ook zo'n superieure rupsbanden demontage machine? Dan moet je even kijken naar deze speciale features die erbij zitten. Zo hebben we hier een demontabel dak. Voor als het regent, dan kan je lekker in alle weersomstandigheden rupsbanden uit elkaar slopen. Verder hebben we natuurlijk overal steuntjes voor alle mogelijke hulpstukken die je nodig hebt bij het slachten van rupsbanden. Ja, je ziet dit. Dit is een hele complete machine. Wil jij nou ook zo'n machine? Bel dan gauw het nummer dat naast de vlag van uw land staat. En er is meer, want als je nu bestelt, ontvang je ook een roze heftrut erbij. Die wil je. We zijn nog niet klaar met het slachten van rupsbanden, maar we zijn al wel een heel eind. Het begint erop te lijken dat het helemaal goed gaat komen. Dus ik zou zeggen, wil jij ook zien dat dit project tot een goed einde komt? Blijf dan vooral kijken. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.